Mijn mooiste Pride Month ervaring was denk ik van vorig jaar, waarbij we met een klein clubje in een Feyenoord shirt door Amsterdam mochten varen. Ik ben Paul van Dorst en ik zet me in Rotterdam in voor een inclusieve samenleving als houder van mijn eigen sportschool en als voorzitter van de Roze Kameraden. En daarvoor heb ik afgelopen jaar de Jos Brink Innovatie Award mogen winnen. Het Nederland waarbij volgens mij een Pride Maand overbodig is, is denk ik nog steeds waarbij we Pride vieren. Waarbij we niet meer bang hoeven te zijn om onszelf te mogen zijn en onszelf te mogen uiten zoals we dat zouden willen. Na de verkiezingen wil ik de volgende dag wakker worden met hopelijk een progressief beleid. Waarbij we een inclusief beleid hebben en zorgen dat we echt kijken naar alle mensen in deze samenleving. Kijk naar elkaar om en kijk niet weg bij discriminatie, kijk niet weg bij onrecht. Maar spreek je uit tegen zulke dingen en kom op voor elkaar.